hockeymannen, ja, dat was echt zonde om te zien dat ze het niet hebben kunnen herstellen en uiteindelijk met een bronzen medaille naar huis te gaan. Wat gelukkig onze twee beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meelsje wel gelukt is. En die werden natuurlijk ook gisteravond gehuldigd. Volleybalduo Brouwer en Meelsen gaat onderuit in de halve finale tegen Brazilië, maar weet tegen de Russen toch nog brons te pakken. Ja, een klein beetje veel teleurstelling na die halve finale. Maar wat Alex ook al zegt, goed omgeschakeld en ja, heerlijk dat we die plak binnen hebben. Niet alleen voor de heren was het de afgelopen tijd een achtbaan van emoties. Voor hun vriendinnen was het ook flink nagelbijten tijdens de wedstrijden. 9 van de 10 keer zijn ze nog zenuwachtiger dan wij. Maar dat is mooi, joh, dat medeleven. En die, kijk, zij hebben natuurlijk het meest dichtbij meegemaakt wat wij er allemaal voor hebben gedaan en hoe belangrijk dit voor ons is. Dus ja, zij snappen als geen ander wat voor emotie het met zich meebrengt. De keeltjes zijn nog een beetje schor van het feestje gisteravond. Want ja, die bronzen plak moet natuurlijk gevierd worden. Ja, weinig uur slaap zijn er vandaag langs gegaan. Nee, ja, tuurlijk. Lekker met vrienden en familie hebben we dat zeker goed gevierd. En ja, nu is het nog lekker even een beetje wakker worden, een beetje uitbrakken. Maar eigenlijk gaat het bijzonder goed. Het is wel brons, dus dat houdt voor de toekomst nog wat open. En we zijn ambitieus. Ons droomdoel is altijd geweest natuurlijk een gouden medaille op de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft is het ook wel mooi dat je nog iets aan de horizon hebt waar je ook weer naartoe wil werken. Ja, het is mooi. Je ziet aan hun dat zij een stuk blijer zijn. En heel vaak zie je dat degene, zeker in dat er halve finales finales zijn, degene die de finale verliest, is eigenlijk uiteindelijk meer teleurgesteld dan degene die de bronzen plak wint. Ja. En zo is het uiteindelijk. Zij zijn echt blij. Zij zijn echt blij en dit is echt een duo voor de toekomst. Dus hopelijk over 4 jaar gewoon met goud.